Ongeveer 75 inwoners van de gemeente Overbetuwe hebben dinsdagavond geprotesteerd tegen de komst van een railterminal bij Valburg. De actiegroep Overbetuwe Overbelast deed dit voorafgaand aan een raadsvergadering, waarin de laatste stemming over de containeroverslag zou plaatsvinden. Organisator van de demonstratie, Koos Nijssen, maakt zich zorgen over de effecten op de omgeving van de railterminal. Ja, het plan gaat heel veel overlast veroorzaken. Het gaat zorgen voor nog veel meer files op de A15, maar ook bij de afslag. Je kan straks niet meer van Elst naar Nijmegen in de spits. Het komt dan vast te staan. En het kost ook nog eens veel te veel geld. De gemeente Overbetuwe zou in de avond voor het laatst stemmen over het plan. Volgens Nijssen was er maar één uitkomst mogelijk. Nou, het plan van de provincie staat vast. Zij willen doorzetten. Maar de gemeente heeft ons beloofd. Vier partijen hebben tegen de railtunnel gestemd. En de andere vier hebben een amendement aangenomen. Waarin staat dat eerst die voorwaarden ingevuld moeten zijn. En dat ze dan pas ja zeggen tegen de railtunnel. Dus volgens mij hebben we 8 partijen in de gemeenteraad. En 8 die er vanavond nee moeten zeggen. De raad heeft niet volgens Nijssen zijn voorspelling gestemd. Er werd een amendement aangenomen waardoor de gemeente nog eens kan gaan kijken naar het ontwerp en onderzoeken. Hierdoor blijft het onduidelijk of de railterminal er komt of niet.